We zijn weer thuis en ik heb post. Goedemorgen, het is dinsdag. Het is heel raar weer. Ik had net mijn mondjas aan omdat het heel koud uitziet. Toen liep ik naar buiten en dacht ik, nee, dit is hem niet. Dus ik heb deze jas even aangedaan. En ik ga Sarah naar school brengen. Net regende, het is heel even droog. Dus echt, fingers crossed dat het even droog blijft tot ik weer thuis ben. Oh, ik ben weer thuis. Ik heb vannacht weer zo slecht geslapen. Dus ik denk dat ik gewoon heel even een half uurtje op de bank ga liggen. Even een powernappie. En dat ik dan wat ga doen. Want ik weet ook dat ik anders echt alleen maar als een kip zonder kop ga rondlopen. En ik krijg dan gewoon niet echt iets gedaan. Ik heb net heel klein beetje dingetjes opgeruimd. Dus ik heb wel iets gedaan en de was staat aan. Daar moet ik toch op wachten tot hij klaar is. Dus ja, ik ga gewoon even mijn thee opdrinken. En dan heel even mijn ogen dicht doen. Zo, dat heeft me wel even goed gedaan. Ik had het echt nodig. En nu ga ik beginnen met een mega groot opruimproject. Wat ik echt al een tijd wil doen. En wat ik wel in delen heb gedaan. Maar ik ga het nu gewoon echt gigantisch groot en goed doen. Zo, dan ben je zo bezig. En dan kijk je op de klok en denk je, oeh, ik moet precies nu de deur uit om Sarah te gaan halen. Dus snel spullen pakken en de fiets op. We zijn weer thuis en ik heb post. En dat is, als het goed is, heel erg leuk. We gaan het zien. Jij hebt nog geen idee, hè? Ik kan het denk ik wel raden. Wat? Zie je het al? Heb je het al door? Nee. Heb je het nu al door? Nee. Nog niet? Foto's mij. Ja, de schoolfoto's. Kijk, dit is met de pasfoto's. Deze doe ik even weg, want de klasfoto doe ik niet in beeld. Dan hebben we... deze foto, hoe vind je die? Even wachten. Leuk. Kijk, deze schoolfoto van Sarah. En die. En die. Oh, wat leuk. En nu nog. Deze wil ik in de gang. Ja, dat is dezelfde, maar dat zijn de pasfoto's ervan. En dit zijn de pasfoto's. Kijk, hoe cute. Deze gaat bij ons in de gang. Want daar heb ik allemaal zwart-wit fotootjes. Ik ben ondertussen aan het koken en ik ben zo moe. Maar goed, ik heb die oude bank staat hier nog. Al vind ik die nieuwe bank echt niks. Dus ik denk dat deze terugkomt. Allemaal dingen wat weggaat. Ik heb echt zo verschrikkelijk veel uitgezocht. En nu... zo. Ik weet niet of de camera erop vangt. Maar het gaat helemaal los buiten opeens. Echt zo harde donder. Top. En ik zal ondertussen aardappels stakken. Want ik dacht, dat is klein hakken. Want dan wordt het lekkerder. Ik heb net echt nog heel veel opgeruimd, uitgezocht, gedaan. Maar ik heb even de camera er niet bij gepakt. Ik heb die andere bank ligt helemaal vol spullen. En nu ga ik over niet te lang naar bed. Dus ik ga nog heel even een klein stukje 13 Reasons Why kijken. En nog even thee zetten, want dat heb ik natuurlijk 2 dagen geleden denk ik verteld. Dat is een beetje mijn avondritueel. Ik weet niet wat het is, altijd als een camera ga ik met mijn haar zitten spelen. Zie ik net editen, dat heb ik vaak niet eens door. Ga ik proberen minder te doen, maar of dat lukt, geen idee. Maar goed, ik denk dat ik vrij weinig gevlogd heb vandaag. Maar goed, soms gaat het leven even voor. En ik ga nu even serie kijken en mijn thee zetten. Dat had ik ook al verteld, ik val in herhaling. Even mijn avondritueel. En ik heb nog een klein beetje van die hele lekkere chocola, dus... die ga ik even pakken. Dit is echt nog steeds true chocolate from heaven. En gelijk tijd om mijn nagels te vijlen. En ik gebruik eigenlijk altijd een glasvel. Ik vind dat zoveel fijner dan een gewone. Dus ik heb deze toevallig. En echt super. Alleen zie je het niet heel goed. Deze instelling is mijn beeld lichter. Maar dit soort dingen zijn niet scherp helaas. Dat was absoluut niet even een gezellig stukje kijken, maar echt een heel heftig stuk. En dat voelde ik aardig binnenkomen. Echt, als je die serie niet hebt gezien, hij is heftig, maar hij is wel heel goed.
Ik vond het vierde seizoen wel heel raar beginnen. Dat ik echt zoiets had van, hè? Maar wat ik raar vond, zonder proberen te spoilen, verdwijnt later. En dan vind ik hem weer op het niveau als voorheen. Alleen blijf ik het eerste seizoen wel echt het allerbeste seizoen vinden. Maar hij is zeker het kijken helemaal waard. En nu ga ik zwaar geëmotioneerd naar mijn bed. Dus vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. En uiteraard hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!